Woensdag 3 juni, twee belangrijke nieuwsfeiten voor ons. Frank van den Broeke die wil niet dat men op de N-VA stemt, want dat leidt tot een totale blokkering. Dat is eigenaardig, wij vragen wel een assertieve Vlaamse houding. Maar eigenlijk maar hetzelfde dan wat hij zelf bijvoorbeeld doet, toen hij een belangenconflict lanceerde tegen de federale regering, voor de allereerste keer vanuit de Vlaamse regering, om de schrapping van de fiscale voordelen voor 50-plussers tegen te houden. Dat is wat wij vragen en dat willen we vanaf nu systematisch doen, wat Frank van den Broeke zelf doet. Ik denk dus dat zijn interventie meer ingegeven is door de drang om in de regering te blijven. Na Mijn Restaurant lanceert Frank van den Broeke nu de serie Mijn Ministerpost. Een beetje droevig wel. En dan is er ten tweede Didier Reinders. Die laat weten dat hij naar het praatcafé van Chris Peters wil komen. Maar dan wel om over de uitbreiding van Brussel te praten, de benoeming van de burgemeesters en het afbouwen van de vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel. Je moet maar durven op een moment dat de regering door meer Franstaligen wordt gesteund dan Vlamingen. Vlamingen geven niet eens een meerderheid. Er meer Franstalige excellenties zijn dan Vlaamse voor de allereerste keer. Een Franstalige zetel in het parlement veel minder stemmen kost dan een Vlaamse. In de federale ambtenarij de Franstaligen ook oververtegenwoordigd zijn. En ga zo maar door. Je moet het maar durven. Daarmee weet Chris Peters ineens welke gasten hij in zijn praatcafé mag verwachten. En weten de Vlamingen ook welke resultaten er weer zullen uitkomen.